Dag vrienden en vriendinnen. Zeg ook even hallo. Hallo iedereen. Gezien het grote succes van het vurige Filippin, nog een keer Filippin. Het zal waarschijnlijk de laatste keer wezen dat we Filippin maken van het grote, verre Florida. We zitten nu in de Apple Store in Miami op Lincoln Street. We hebben net ontdekt dat dat nogal de straat is voor alle lokale mensen uiteindelijk. En, ook wel chic en zo. En, je kunt ook wel zien in de Apple Store hoe gigantisch druk het nou is op dit moment. Iedereen heeft de computers, internet en te doen. Maar dat is ook wel wat te beleven natuurlijk in de Apple Store. En voor de technische mensen onder ons, de naaie Apple Muis is er. Dat is dit. Het is wel een gaaf ding hier, moet ik zeggen. Ik weet niet of Rob Holk is die geprobeerd heeft, maar het is touch sensitive alle kanten op. Dus hips. Leuk apparaat. Misschien kan hij ook wel op een PC, dat weet ik niet. Maar geinig. Maar nog steeds die kleine rattoetje voor. Moet er geen volk niet zo recht toe komen. Oké, nou, schat, wat hebben we bedoeld? Ik knijk weer een beetje vies te zoeken. Ja, dat doet goed. Wat hebben we allemaal bedoeld? Sinds het laatste filmpje, wat hebben we allemaal bedoeld? We hebben hem toen maar... We waren in Orlando. Ja. Nou, we hebben een basketbalwedstrijd bekeken. Uh-huh. Wat hebben we voor ervan? Super gaaf. Oké. Maar hij had het live gezien. Ja, hij was niet zo goed. Ja, ja. Hij was daar slecht eigenlijk. Maar Orlando Magic hebben een goed team, denk je wel, denk ik. Dus als je kijkt naar onze gezichten, ik weet niet of ik het zie bij mezelf, ik ben een beetje verbrand in het gezicht. Want na Orlando hebben we maar besloten om een keer west te rijden. Ja. Zo'n 7, 8 uur rijden, maar het was het zeker waard. Zeker waard. Key West is het vaste puntje van de Keys. Het vaste puntje van Florida. Maar ook eigenlijk het vaste puntje van Amerika. En het is door echt tropisch, is het hoor. Ja. En daar hebben we een paar plukdagen gehad. Ja. En jullie zien de foto's wel en jullie horen de verhalen wel. Maar ik heb mijn verjaardag doorgebracht op Key West in Sloppy Joe's. Toch? De bar van Hemingway. Waar ik eigenlijk nog niks van weet. Maar goed, ik heb een mooi boek van hem gekregen van mijn verjaardag van mijn schat. Dus ik zal nog wel verkiepen in zijn literatuur. Nou, toen ben ik gisteren ben ik weer teruggereden naar Miami. En daar komen we gisteravond aan en gisteren in de dag natuurlijk nog een keer bezig. En vandaag hebben we een beetje rustig aan het doen. De koffer alvast klaargemaakt in de pak. Alle schoenen ongeveer gepast. Ja, we hebben zes paar schoenen gekocht in totaal hierop. Super. Maar wel, ik heb hier... Oh ja, Rianne heeft 4 paar schoenen, ik heb 3 paar schoenen. En nou, er was nog wat boskippenlies meer, die vond het wel goed dat de kast moest worden. Dus dat is allemaal in de koffer gedrukt. Hopelijk komen we door de douane heen, maar dat merken we wel. En nou, dan hebben we van op de kant liggen weer tot en nou. En dan gaan we zo wat eten en dan komen we misschien even naar... Zit die knaak weer niet meer? Gewoon we zo direct naar Where the Wild Things Are, denk ik. Ja, maar even kijken of dat het komt in het schema. En dan morgenochtend, uur of 9:10 in een vliegveld en 9:15 vliegen we. Dus dan gaan we weer op huis aan. Dan komen we daar dinsdag ochtends aan. Dus ja, dan zitten we weer op. Ik ga op dit moment even kijken. 1193 foto's, dus bult moet ik er ook al voor denken, maar dat merken we dan wel. Dus, het 4 weken is daar redelijk. Genoeg foto's bedoel ik te zeggen. Dus, iedereen is uitgenodigd om een keer de foto's te komen kijken als je interesse hebt. Dus ik zal een foto maken. Okay. Ja, en dan lachen ze wel. Hè? Maar goed, ze weten nou misschien nog waar. Dat was het van mij betreft. Ik denk dat ze dingen te zeggen. Nee, ik heb begrepen om deze vurige film ook gezien. Hè. Dus bij deze, we hebben best. Hallo. Oh ja, iedereen bedankt voor de felicitaties, de sms'jes, e-mailtjes, twitters, of tweets moet ik zeggen. En op welke andere manier jullie mij proberen te bereiken. Ik heb ook een paar telefoontjes zien die ik miste, maar ja. Dat legt dan waarschijnlijk aan de tijdzone, want dan word ik wakker ochtends en dan zie ik dat de volgende belt. Maar goed, dan, dat komt in Nederland toch wel, denk ik.
Dus, oh ja, nog hijfskrabbels hebben we gehad. Ja, van mijn vader. Hives, die gebruikt dat nog. Maar goed, dat is geen. Dus, nou, we zien jullie gauw. Dus de groetjes en tot ziens.